Het Monikarta-schandaal in Suriname heeft inderdaad geleid tot veel verwarring en ophef in het land. Het schandaal betreft vermoedelijke corruptie en financiële misstanden rond het Monikarta-project. Een initiatief dat oorspronkelijk bedoeld was om economische ondersteuning te bieden aan mensen in nood. Er zijn beschuldigingen van verduistering van fondsen, wanbeheer en betrokkenheid van hoge functionarissen. Er zijn onderzoeken gaande en de situatie verandert snel. Dit heeft geleid tot politieke spanningen en onzekerheid, aangezien er nog veel onduidelijkheden zijn over wie precies betrokken is en hoe diep de misstanden gaan. Dit maakt het voor veel mensen moeilijk om een volledig beeld te krijgen van wat er precies aan de hand is. De situatie rond het Monikarta-schandaal in Suriname is momenteel zeer complex en chaotisch. Er zijn uitgebreide meldingen van fraude en misbruik binnen het systeem, dat oorspronkelijk was opgezet om sociale bijstand eenvoudiger beschikbaar te maken voor kwetsbare groepen. Ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO, worden beschuldigd van het misbruiken van deze kaarten door geld op te nemen van de rekeningen van rechthebbenden zonder hun medeweten of toestemming. In sommige gevallen is zelfs gemeld dat ambtenaren naar de huizen van mensen zijn gegaan om hun Monikarta in beslag te nemen onder het voorwendsel dat de steun was stopgezet. Het probleem lijkt wijdverspreid te zijn en omvat verschillende lagen binnen de overheid, waarbij duizenden mensen mogelijk onterecht betalingen hebben ontvangen. Daarnaast zijn er ook meldingen van mensen die lange tijd moeten wachten op hun kaarten of die hun geld niet ontvangen hebben. Terwijl anderen wel geld op hun rekening kregen zonder zich geregistreerd te hebben. De Nationale Assemblée heeft de regering opgeroepen om opheldering te geven over deze voortdurende misstanden. Het onderzoek naar deze fraude is nog gaande, maar er zijn grote zorgen over de mate van betrokkenheid van verschillende overheidsfunctionarissen en de algehele transparantie van het proces.